Mijn doel is om in 2019 samen met de ondernemers te werken aan een sterke economie in Hof van Twente. Daarvoor ga ik zorgen voor meer bedrijven die zich gaan vestigen in Hof van Twente en hierdoor meer banen creëren. Zodat we in 2020 in de top 3 staan van Twente van het aantal mensen dat meedoet op de arbeidsmarkt. Dat ga ik doen. Mijn doel voor 2019 is om het aantal toeristische overnachtingen in de Hof te vergroten en te verlengen. We willen de toeristen langer behouden in de mooie gemeente Hof van Twente. Daarnaast gaan we verder met alle plannen en ontwikkelingen die er zijn rondom toekomstig bestendige erven. In 2035 willen we energie-neutraal zijn in Hof van Twente. Daarom gaan we in 2020 een groot deel van onze energie lokaal en duurzaam opwekken. Ook innovatie krijgt de komende tijd extra aandacht. We beginnen met gesprekken met ondernemers om samen te bepalen hoe de toekomst van de Hof eruit zou moeten zien en wat we daarvoor nodig hebben. Praat je mee? We zien jullie dan graag. Beste ondernemers, we werken in een geweldige gemeente die de Hof van Twente heet. Samen maken we die gemeente elke dag mooier. Ook volgend jaar weer. Ik wens jullie een hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.